Luc! Ja. Ik begin even met het droevige nieuws van deze avond. Oud-minister Els Borst is overleden, oud-minister van Staat ook. Alexander Pechtold hebben we net al gesproken in deze uitzending. Hij is intens verdrietig, zegt hij. Op Twitter druppelen inmiddels de berichten ook binnen van politici. Geert Wilders noemt haar een liberaal puur sang, condoleert haar familie, vrienden en collega van de D66. Emiel Roemer zegt een bijzonder politica, nog intens betrokken bij de politiek, familie en vrienden, veel sterkte. En ook Kees van der Staaij van de SGP zegt geschrokken te zijn door het bericht van haar plotselinge overlijden. Op dit moment zijn er nog agenten aanwezig bij het huis van Els Borst. Ze zijn aanwezig met sporenonderzoek. Dat is wel standaard procedure. Ze is gevonden in haar garage, vandaar dat daar sporenonderzoek wordt gedaan. Dan is heel anders. Een opmerkelijk filmpje op Twitter en ook op andere sites op internet uiteraard. En waarvan ik niet helemaal weet of het wel of niet echt is. Kijk even mee naar dit bijzondere familieuitje. Oh, is dat echt? Ja, ik weet het dus niet zo goed. Het ziet er wel echt uit. Ik zet hem zo meteen even op onze Twitter. Dan kunnen de kijkers ook even mee debatteren over dit filmpje wel of niet echt. Dan gaan het is we naar... wel goed afgelopen. Ja, het is goed afgelopen, zeker. We gaan naar Marius, superschattige giraf van 18 maanden oud. Maar Marius kon niet blijven in de dierentuin van Kopenhagen. Want als hij zou blijven, dan zou er inteelt kunnen plaatsvinden. Nou, dat kan natuurlijk niet. En dus werd er gisteren vakkundig een kogel door het hoofd van Marius geschoten. De beul legt aan een schoolklasje uit hoe dat ging. Så stod der en dyrepasser med en pakke rugbrød, det kan den godt lide, og sagde, værsgo Marius, her har du noget rugbrød. Og bagved der stod jeg med en riffel, og i det han stak hovedet frem og spiste sit rugbrød, så skød jeg ham lige gennem hjernen. Det lyder voldsomt. De natuur, hoe mooi kan het zijn? Nou, veel mensen vonden dat wat minder leuk. 27.000 mensen eisten op internet dat Marius gespaard zou worden. Dat gebeurde niet, de dierentuin was onverbiddelijk. En dus zijn er nu tienduizenden Denen die het aftreden van de directeur van de dierentuin eisen. Wordt vervolgd dus. En dan tenslotte nog even naar Amerika. Het is daar misschien wel de koudste winter in tientallen jaren. Maar dat betekent niet dat het normale leven niet gewoon doorgaat. Hardlopen bijvoorbeeld, dat kan best als het gesneeuwd heeft. Sterker nog, het is echt perfect om te sneeuwen, om te lopen. Who were jogging by and were nice to just stop for a quick second. And I said, what are you doing running? And you're saying it was really good out? It's the perfect texture for running. Very low impact and it's dry snow so your feet don't get wet. Well, go ahead and keep on the run. Sorry to have kept you, but I appreciate you guys talking with us. Stay warm. All right, thanks. So we've seen a lot of people out here, like you said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops. That can happen, unfortunately. Looks like Chelsea's okay. You okay? Yes, okay. Gelukkig, ook dat liep goed af. Dankjewel, Luc. Yes.